Mevrouw de voorzitter, Nederlanders zijn woest, want ons land wordt helemaal kapot gemaakt. Onze boeren worden gesloopt, ons land wordt volgepropt met asielzoekers. Het kabinet laat miljoenen mensen met een lege portemonnee stikken. Er is een woningcrisis, een energiecrisis. Vind je het gek dat mensen massaal boos worden? Het broeit overal. De staat van Nederland is als een vulkaan die op uitbarsten staat. En we kunnen hier iedere dag debatteren over excessen, maar zolang het wanbeleid van Rutte en van Kaag niet ophoudt, zal de woede alleen maar erger worden. Voorzitter, de PVV steunt de boeren door dik en dun. Hun leed is ondraaglijk. Er plegen boeren zelfmoord, voorzitter. En toch houdt 99% van de boeren zich keurig aan de regels. Maar een kleine groep doet dat niet. En tegen hen zeg ik, blijf weg bij politici thuis. Laat hun gezinnen met rust. Laat de politie en de hulpverleners met rust. Hou je aan de wet. Stop met intimideren en stop met bedreigen. En geloof me, voorzitter, ik weet waar ik het over heb. Voorzitter, het is opvallend dat enkele links-liberale partijen eerder deze week over elkaar heen buitelden om de eerste te zijn om dit debat aan te vragen. En dat was natuurlijk omdat het om boeren gaat. Want ze zijn in geen velden of wegen te bekennen en zwijgen als het graf, als de extremisten van Extinction Rebellion, Antifa, Akwasi, rovende asielzoekers, criminelen, straatterroristen en terreur over Nederland uitstrooien. En ik noem dat linkse hypocrisie. Voorzitter, mijn oproep aan het kabinet is als volgt. Pak degene die de wet overtreden aan. Maar stop met dat onzinnige stikstofbeleid. Laat onze boeren alsjeblieft boeren. En tegen premier Rutte zeg ik, mensen worden woedend door uw wanbeleid. En dat beleid van u wordt alleen maar erger en de woede van de mensen wordt alleen maar erger als u die vernietigende politieke agenda van D66 blijft uitvoeren. Stop daarmee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders. En dan geef ik woord aan de heer Van Haga, Groep Van Haga.